vanavond spelen tegen elkaar Romario en Numan. Ja. En Numan heeft de bal. Hij is inmiddels weer geblesseerd, heeft een enkelband gescheurd, maar was op dit moment nog erg fit. Net terug van een blessure. Door de benen bij Romario. Dat laten we nog een keertje zien, want dat zal Romario niet vaak overkomen. Juist. En het is 1-0. Dat kan Romario niet op zich laten zitten op de paal. Gaat hij weer. En nu schiet hij hem erin. Het is 1-1. Scheidsrechter weer in de weg. Traditie getrouw, dat gebeurt hem nogal vaak de laatste tijd. Schaartje. Voor de tweede keer op de paal. En dat is nummer 3. Het had al 4-1 kunnen staan, maar het staat 1-1. Numan valt aan en scoort. 2-1 voor de middenvelder, die hier weer moet verdedigen tegen de beste aanvaller van Europa. En dat lukt. Dan komt Numan weer, iets te mooi. Maar ook Romario lukt zo'n trucje niet altijd. Daar gaat Numan weer. Romario verdedigt heel fel. Dat zien we niet altijd. Numan valt aan, hij dreigt. Romario laat zich niet in de luren leggen, de bal loopt vast. Numan pikt hem op. En nou weten we niet of dit een lullig of een slim doelpunt is. Maar Numan wint met 3-1.